Is je woning aangesloten op een warmtenet of warmtekoude opslag? De kosten hiervoor zitten anders in elkaar dan bij een cv-ketel met een aardgasaansluiting. Ook kun je niet overstappen naar een andere energieleverancier. Daarom laten we je bij Warmtestad precies weten waar je aan toe bent. Warmtestad produceert, levert en garandeert 365 dagen per jaar duurzame warmte en koude. Dit doen we met ons warmtenet, waarbij we restwarmte uit datacenters en andere duurzame bronnen via onze warmtecentrale en ondergrondse leidingnetwerk inzetten voor de verwarming van woningen. En met warmte-koude opslag in grondwaterbronnen, waarbij het verwarmen en koelen hand in hand gaan. Bij de aansluiting op ons warmtenet plaatsen we een afleverset, inclusief warmtemeter, in de woning of het wooncomplex. Wij verzorgen al het onderhoud en onze storingsdienst staat 24 uur per dag paraat. Je betaalt nooit voor nieuwe onderdelen of een nieuwe afleverset. Voor warmte betalen onze klanten gemiddeld niet meer dan huishoudens met een gasaansluiting en een cv-ketel, die zij zelf aanschaffen en laten onderhouden. Warmtestad bepaalt de tarieven binnen de grenzen van de Warmtewet en de Autoriteit Consument en Markt. Ons warmtetarief bestaat, net als bij een gasaansluiting, uit vaste en variabele kosten. De vaste kosten zijn voor het beheer en onderhoud van ons netwerk en de bronnen, inclusief onze 24-uur storingsdienst en de huur van de afleverset. De variabele kosten zijn de kosten voor het verbruik van warmte. Onze klanten met warmte-koude opslag betalen voor de koeling alleen vastrecht. Aan het verbruik zijn verder geen kosten verbonden. Jaarlijks maken we in januari de tarieven bekend en stellen we de hoogte van het voorschot vast. Dan ontvang je ook de jaarafrekening. Kijk zelf ook af en toe eens op de warmtemeter en controleer of je voorschot nog strookt met je verbruik. Zo voorkom je verrassingen en weet je precies waar je aan toe bent. Meer informatie vind je op www.warmtestad.nl.